Regelmatig krijgen we ansichtkaarten uit Aleppo, de Syrische stad waar het nu oorlog is. Ik zal er eentje voorlezen, vertaald uit het Arabisch. Salam alaikum. Ik heb me nog nooit zo vredig gevoeld nu de vrede om me heen verdwenen en vergeten is. Het is vreemd hoe deze tijd de stad kan omploegen in chaos. Ik heb nog nooit zo sterk verlangd naar het leven en naar schoonheid nu de dood op onze deur klopt. Maar we maken niet open. Die kaarten komen van tientallen mensen waarmee we contact hebben gemaakt in Aleppo. En jij hebt daar een libretto van gemaakt. Nou, dat was de basis voor een mini-opera. A Postcard from Aleppo. Ik ben daarmee aan de slag gegaan. Ik heb muzici uitgezocht, gevonden, Syriërs die nu in Nederland wonen. En samen hebben we dit kunnen maken. Ja. Een mini-opera over overleven in tijden van cholera. Een belegerde stad Aleppo, waar mensen, gewone Syriërs, dromen, hopen en willen dat er weer vrede komt. En hun verhalen ons vertellen. Ja, in een aantal theaters laten we dit aan het publiek horen, maar vragen we ook weer aan het publiek om weer een boodschap te maken dat wij weer terug naar Aleppo brengen. Vertel ons uw verhaal of wat u voelt bij de ansichtkaarten van Aleppo. Wilt u de voorstelling zien? Ga dan naar onze Facebookpagina A Postcard from Aleppo.